In deze sloep zitten ze, vier mannen op een jaarlijkse mannenweekend, augustus 2014. Opeens vanuit het niets komt deze speedboot over de sloep heen gedenderd. Twee van de vier zijn op slag dood, de twee anderen getraumatiseerd. Van een gezellige, vrolijke, liefdevolle familie. Wij huilen. Die kleinkinderen ook, die zijn er gewoon altijd maar mee bezig. Voor mijn schoondochter is het ook heel zwaar. Ja, moet nu in de eentje twee kinderen grootbrengen en we proberen met z'n allen er voor elkaar te zijn. Maar ja, we hebben ook allemaal ons eigen verdriet. Op de Vinkeveense plassen zijn verschillende eilandjes. En tussen die eilandjes zijn nauwe doorgangen. En in één zo'n doorgang, daar gebeurde het ongeluk. De twee doden die daarbij vielen zijn volgens het Openbaar Ministerie te wijten aan het roekeloze vaargedrag van de verdachte in de speedboot. Uit het dossier volgt dat die verdachte te hard heeft gevaren. Dat hij heeft gevaren met alcohol op. Dat hij ook heeft gevaren zonder verlichting, terwijl het donker was. En dat hij voer nabij de doorgang tussen twee recreatieeilandjes, waar je kan ook van verwachten en waar er ook aanwezig waren veel de recreanten op die drukke zomeravond. De 51-jarige verdachte Arnoud H. zegt dat hij niet doorhad dat hij over een andere boot heen voer. Hij hoort 8 jaar cel tegen zich eisen. We krijgen onze kinderen er niet mee terug, hè? Nee. En toch zegt u, nou ja, dit is wel iets waar ik achter kan staan. Ja, want 8 jaar is natuurlijk toch wel een... Het gaat wel ergens over, hè? We hebben het wel over een meerjarige gevangenisstraf. En dat doet ons wel goed. De uitspraak is over 2 weken.